Leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video een toko taste test. Ja, mijn vorige video die online is gekomen, heb ik je laten zien wat ik bij de Amazing Oriental in Breda allemaal heb gekocht. De hotpot was overigens heel erg lekker, voor herhaling vatbaar. Vandaag en de volgende video ga ik jullie laten zien wat ik ga proeven. Ik heb, zoals ik al zeg, even een tweedeling gemaakt in de video's, want het is nogal veel, denk ik, om in één keer te proeven. Dus ik ga even erbij pakken wat ik deze video wil proeven. Nou, zoals je ziet, het stapeltje is weer iets kleiner geworden. Ik heb voor nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dingetjes om te proberen. En voor de volgende keer ook om en nabij 6, 7 dingetjes. Wat ik niet als spoiler wilde bewaren, dat zijn deze. Dat zijn durian snoepjes. Je vindt het of helemaal geweldig, of je vindt het echt helemaal niks. Durian schijnt enorm te stinken. Maar ik ben er zo benieuwd naar. Dus ik zeg al, ik ga het niet als spoiler voor de volgende video bewaren. Ik ga hem nu dus deze video echt proeven. Maar omdat ik dus bang ben dat ik het niet helemaal lekker vind, ga ik het wel aan het einde van de video doen. Ik heb nog wat andere dingetjes om te proeven. Een drankje, wat snoepjes, wat chipjes en wat mochi. En dan denk ik dat ik even met de mochi ga beginnen. Want er zitten drie verschillende soorten in. En die wil ik dus wel allemaal gaan proberen. Dit is de, even kijken hoor, tea assorted mochi. En er zit bubble milk tea, matcha en Thai tea in. En dan hoop ik dat ik ze aan het kleurtje makkelijk kan herkennen. We gaan eens even kijken. Bubble. Ja, matcha. En de laatste. Thai. Ja, nou hebben we ze allemaal. En dan begin ik even veilig met de matcha mochi, want die heb ik al een keer op. Het zijn wel echt hele kleine matcha snoepjes, kijk. Matcha cakejes. Nou, dan gaan we daar even mee beginnen. En hoe smaakt die? Je zult Noor, denk ik, hier wel naast horen zitten. Die wilde graag een keer meekijken met de video. Ze vraagt al, en hoe smaakt het? Ik heb deze al een keer eerder op, maar er zat een veel sterkere smaak aan. Ik kan dit wel hebben. Dit is een hele subtiele matcha smaak. Dus een beetje theesmaak. Theesmaak? Theesmaak. Nee. Ik vind deze eigenlijk wel heel erg lekker. Wil jij een stukje proeven? Nee, dat hoeft niet. Nee, Noordie lust nooit niks. Nou, ik eet hem op, want ik vind hem eigenlijk wel gewoon heel lekker. Ik zeg al, ik vind dit veel beter dan die andere matcha mochi die ik ooit eens eerder op heb. Nou moet ik zeggen dat dat ook wel grotere mochis waren. Dus er zat meer van dat plakspul aan. Ja, nou dat was dus gewoon al een hele veilige duim omhoog. Ik zei al, ik heb dit al een keer eerder geproefd. We gaan even iets anders proeven. Jij zit al aan deze. Zal ik deze openmaken? Dit is Love Hong Kong Kelby. Swiss Wings flavored chips zijn dit. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik zat aan met mijn vinger. Ja, ja, dat zal je zien, hè. Ja, ik had een stukje. En hoe ruiken ze? Kruidig. Ziltig. Er zit een beetje. Oh, ik ben in één keer heel erg van de zijkant belicht, zie ik. Sorry mensen. Er zit echt een heel kruidig geurtje aan. En ik wil bijna zeggen een toko geurtje. Ik vind als je een toko binnenkomt, dan ruik je eigenlijk al die kruiden en specerijen door elkaar. En dat vind ik zo eigenlijk ook. Het ruikt echt heel lekker. Even een chipje proberen. Maar dit is wel een smaak die ik herken. Deze smaak zit ook aan, ja, ik noem het maar even Nederlandse chips.
Maar welke is dit? Oh, ja! Je hebt van Lay's... is dat KFC-flavored? Kentucky Fried Chicken? Daar lijkt deze echt heel veel op. Geef er nog eentje proeven. Wil jij er eentje proeven dan? Nee, dat mag niet. Nou, 100%. Lay's heeft op het moment die KFC-smaak, Kentucky Fried Chicken-smaak. Deze smaak. Heel lekker, niet overheersend, niet te zuur, niet te zout, gewoon een lekker smaakje. Ja, ook een dikke duim omhoog. Ik weet niet in hoeverre dat het nou helemaal duidelijk was, want Noor zat er weer doorheen te praten. Maar ja, dus de KFC-chips, gewoon een, ja, ik zeg al, het is voor mij ook weer een bekend smaakje. Wat ga ik kiezen? Wat ga ik kiezen? Ik ga voor de bubble milk tea, de mochi. Die ga ik proberen. Ik heb ook in mijn volgende taste test heb ik de echte, de bubble tea. Dus ook waar de boba in zitten. Maar we gaan nu dus eens even deze proeven. Oeh. Oh, deze is lekker. Ook hier zit een bekend smaakje aan. Ik vind het sowieso heel lekker dat deze wel chewy zijn. Wat mochi hoort te zijn. Maar niet zo heel erg dat je dus een hele klomp in je mond hebt. Ik proef thee. Het lijkt voor mij wat meer op Earl Grey. Ja, dus die Earl Grey smaak, ik vind het niet heel overdreven zoet. Ik vind het totaal niet bitter. Er zit ook een beetje dat melksmaakje aan. Dat proef ik ook wel. En er zit nog een smaakje bij. Ik kan het niet thuisbrengen. Het is niet zuur, het is niet bitter. Het is niet overdreven zoet. Ja, ook deze is weer heel lekker. Ook, maar ook die theesmaak waar ik het over had, ik vind het niet heel overdreven. Ik vind het een heel mooi samenhangend. Ja, ik noem het snoepje. Ik weet niet zozeer of je dit als snoepje moet zien. Gebakje. Iets in die richting. Ja, ook dit krijgt weer een hele dikke duim van mij omhoog. Ik vond het echt heel erg lekker. Ik denk... Ik denk dat ik nu de durian ga doen. Durf ik het aan? Ja, ik denk het wel. Ik heb me voorgenomen. Wacht, ik ga ook eventjes tegelijk... Ook mijn drankje ga ik even openmaken. De Chupa Chups grape. Oh. Ook dat is weer een bekend geurtje. Ik had verwacht. Ik heb geen één van deze dingen. Ja, op dat ene dingetje na die green tea mochi heb ik op. De rest heb ik nog nooit op. En ik had dus eigenlijk verwacht dat het ook hele nieuwe smaken en geuren voor mij zouden zijn. Nou klinkt het een beetje raar, maar het valt een beetje tegen dat het toch nog... Zoveel bekende geuren zijn. En smaken. Ook dit ruikt heel bekend. Ik had het even niet thuis brengen. Maar wat ik dus ga doen. Oh, kijk eens Noor. Want Noor is er inmiddels weer bij gaan zitten. Die is paars. Zie je dat? Nee, hij lijkt op roze. Oh, dit ruikt echt heel lekker. Maar goed. Dus, mocht dit niet bevallen. Kan ik altijd nog even een slokje nemen. Ik heb me voorgenomen. Ik ga eerst proeven zonder ruiken. Want ik wil er wel onbevooroordeeld ingaan. Dus ik leg de zak even weg. Ik ga hem openmaken. Oh, ik ben zo benieuwd. Nou, daar gaan we. Dit is niet wat ik verwacht had. Oh, wat is dit een aparte smaak? Nog wel even je muis aan de kant. Kom. Ik vind, toen ik het eerst in mijn mond stopte, had ik nog niet zozeer een smaak in mijn mond, als wel een bubbeltje van geur. Klinkt misschien gek, maar ik dacht meteen, oh dit ruikt naar benzinestation. Naar benzine. En toen ik het begon te proeven, proefde ik... Die geur
van benzine. Klinkt heel raar, maar ik heb dat meer mensen horen zeggen. Ik vind het niet vies. Ik vind het niet vies. En ik snap dat het raar klinkt als iemand het over benzine heeft. Maar er zat ook een zoetige smaak bij. Niet heel overdreven, absoluut niet. Maar je proeft ook wel zoet. Ik ga er gewoon nog één pakken. Ik heb video's voorbij zien komen op internet. Waar mensen letterlijk over hun nek gaan van deze snoepjes. Ik proef een beetje karamel. Sorry overigens als ik met... Oh, wauw. Ik had meer fruitsmaak verwacht. En dat krijg ik er niet van. Het is wel zoet. Er zit een beetje een raar smaakje tussendoor. Ja, ik zeg al, op mij komt het over als benzinerig. Als dat iets is. Heb ik nou gewoon echt de verkeerde snoepjes? Ja, het is echt duur, Jan. Wauw. Dit had ik niet verwacht. Ik zeg al, zoek maar eens op internet. Je ziet deze meer voorbij komen. Deze precieze zakjes. Dat mensen ze opentrekken en gewoon, wat ik al zei, letterlijk over hun nek gaan van de geur. Heel veel mensen vinden het naar poep ruiken. Of naar rotting van vlees. Ja, sorry dat ik dit nu zo vertel. Maar dat is wat ik verwacht had. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, daarom had ik deze snoepjes meegenomen. Want ik wilde nou wel eens weten waar die hype over was. Dit is een smaak die ik nog niet eerder geproefd heb. Ik zeg al, ik had een hele fruitige, misschien in de buurt van mango of banaan of echt zo'n fruitsmaak. Dat kan ik niet zeggen. Wat ik al wel zeg van, hij is wat zoetig, maar meer in de richting van karamelzoet. Ik kreeg karamel. En dan ga ik eens even kijken wat hierin zit. Suiker, glucosestroop, natuurlijk durian extract. Natuurlijk identieke smaak durian, tartazine voor kunstmatige voeding. Ik vind ze gewoon echt lekker. Dat had ik niet verwacht. Echt niet verwacht. Ik ben aangenaam verrast. Ja, echt aangenaam verrast. Ik ga gewoon eens een keer nog iets anders proberen met durian erin. Maar goed, ik had hem dus staan om de smaak weg te spoelen. Maar het volgende op mijn lijstje was de Chupa Chups Grape Flavor. Dus druiven. Oeh, jam. Jam. Het is een heel artificial, kunstmatige smaak. Dat wel. Het is heel lekker zoet. Ik had een ander druivensmaakje verwacht. Dit. De afdronk is anders dan dat je hem net in je mond hebt. Als je hem net in je mond hebt, is hij heel erg zoet. Ook dit smaakje ken ik ergens van. En ik kan het niet thuis brengen. Het is lekker. Het is heel lekker. Dit vind ik dan wel weer een wat meer fruitig smaakje. Alhoewel dat ik het ook wel een beetje bloemig vind. Ik ben even aan het kijken wat hier op staat. Even de Nederlandse kijken. Koolzuurhoudend water. Fructose, glucose, stroop, suiker. Zuurteregelaar, citroenzuur, kaliumcitraat. Natriumcitraat, druivensap uit concentraat. Aroma en kleurstof. Ja. Ook wat dat betreft een hele dikke duim omhoog. Dan ga ik nog voor de
Ik ben nog steeds helemaal in awe dat ik gewoon niet over mijn nek ben gegaan van die durian snoepjes. Ik sta er echt van te kijken. Ik had zoiets vies verwacht. En dat is het gewoon totaal niet. Maar ik heb hier de Thai Tea Mochi. Deze is heel anders dan de bubble tea. Ik krijg hier niet echt... Ja, nou komt de theesmaak er toch wel een beetje doorheen. Maar wat meer... Heel licht rooibos. Daar vergelijk ik het even mee. Misschien dat het oolong is of zo. Die thee drink ik nooit. Dus daar... Ja, ik kan daar de smaak niet mee vergelijken, maar... Ik vind het dus een beetje rooibosachtig. Hij is lekker zoet. Niet te zoet. Hij is een beetje bitter, maar niet heel erg. Ik vind dit de lekkerste van de mochi. Ja. Ik zit te denken... Ik probeer een beetje te kijken, want de smaak verandert heel erg in mijn mond. Dat moet ik zeggen, vind ik wel heel leuk van deze dingetjes. Ik ben gewend dat iets vaak eentonig van smaak is als je snoepjes hebt of zo. En dat is met dit niet. Alhoewel ik niet echt kan zeggen van de buitenlaag smaakt zo en het binnenste smaakt anders. Ik vind die Thai Tea vind ik echt het lekkerste. En ik zeg al, ik krijg echt dat rooibos idee. Het laatste. Zo. Het is goed een stukje verkeerd. Kijk. Die nog even achteraan. Ja, er zit ook iets bloemigs in die greep. Maar ik weet, ik kan het niet thuisbrengen. Maar goed, het laatste. Wat ik zag hangen. De Striking Popping Candy. Oh, dit vond ik vroeger ook altijd al helemaal geweldig. Dit zijn volgens mij gewoon van die knispersnoepjes. En ik ben heel even aan het kijken. Oh. Ik kan hem gewoon zo openmaken. Daar zitten van die kleine pouchjes in. Zakjes. Ben ik nou zo avontuurlijk dat ik die gewoon in één keer in mijn mond ga gooien? Ik hoop dat je het op de camera mee gaat krijgen. Dit is trouwens de green apple smaak. Nou, daar gaan we. Skol. Oeh, die is wel lekker. Hoor je ze? Oh, die zijn lekker. Yum. Ja. Echt die green apple smaak, maar zoet. Zoet. Hier zit geen zuurtje doorheen. Ik had verwacht dat deze een beetje als die zure matte zouden smaken. En dat doen ze wel, maar veel minder heftig dan die zure matten. Sowieso, dat zure poeder wat op die zure matten zit, dat echt dat bijt in de zure, dat heb je hier niet mee. Maar wel dus, ja, ik zeg al, dat hele lekkere zoete van die green apple. Ik ga eens kijken of Noor deze wil proberen. Ik denk als ze beginnen te knetteren in de mond, dat ze helemaal gek wordt. Maar... ja, daar sluit ik voor vandaag de taste test mee af. Even kijken, wat vond ik het minste? Ik ben echt een chipsmonster. En ik had hier denk ik toch iets meer van verwacht. Dit is ook een zakje, dat was geloof ik 3,95 of zo. Ja, en wat ik al zei, de smaak doet me dus... Ja, de smaak is gewoon één op één die van de KFC Lay's chips. Ik vind ze absoluut niet vies. Er is vandaag niks bij geweest wat ik vies vond. Dit is ook nou nog steeds... Nou, ik zal ze een cijfer geven, dat is ook leuk. Ik zou hier een 6 voor geven. Dus die vond ik de minste. Dan de... Even kijken, de Green Tea Mochi.
Nee, ik doe het anders. De green tea mochi was voor mij een 6. Die vond ik het laagste. Dan de chips. 6,5. Dan, even kijken, de bubble milk tea mochi. 7. Maar ga ik wel eerlijk zijn en de durian ook op een 7 doen, want alhoewel ik het niet vies vond, vond ik de smaak heel apart. Maar ook niet dat ik zoiets heb van, jee, ik ben verslaafd aan durian snoepjes. Dat ook zeer zeker niet. Dan de Chupa Chups drank. Die doe ik een 7,5. Even kijken, dan hadden we nog... Oeh, dit zijn eigenlijk toch de alle twee winnaars. Deze een 8. En deze een 9. Dus dan komt eerst de Tai Chi Mochi. En dan als laatste de Green Apple. Is ook een beetje jeugdsentiment met dat popping candy, popping rock. Knettersnoep noemen we dat vroeger volgens mij. Ja, dat is wel echt een hele grote winnaar voor mij. Dus ja, ik vond het heel leuk. Deel 1 van de taste test. Wat ik al zei, de volgende video heb ik ook nog een paar leuke dingetjes. Maar ja, de allergrootste meevallen vandaag, de durian snoepjes. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef me dan een dikke duim omhoog. Heb je vragen of opmerkingen? Die kun je zoals altijd hieronder in de reacties kwijt. En ben jij nog niet geabonneerd, maar wil jij op de hoogte gehouden worden wanneer ik er een nieuw filmpje opzet? Druk even op abonneren en op het belletje. Dan krijg jij gratis en voor niks een berichtje als er van mij een nieuwe video op staat. Nogmaals bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende taste test. Doei!